Het zonnetje schijnt, maar ik heb wel voor de zekerheid mijn paraplu mee. En het is Internationale Vrouwendag en ik doe mee aan wereldreis door eigen stad. In... Fabian is kok bij... Bij het Upside Café. Heel goed. Dus als jullie het lekker willen eten... Ja. Fabian kan voor jullie koken. Ja. Dus gewoon hier langskomen. Ja. Iedere dag open tot? Tot 9. Oké. 9 uur. Mm-hmm. En dan kun je kookkunsten van Fabian proeven. Ja. Doen, hè? Doen. Helver. Ik sta hier met wethouder Baldessin. Ja, hi. Hi. We zijn hier bij een wereldreis door eigen stad, Den Haag. Maar u kent toch iedereen? Waarom? Deze stad is een zo'n mooie stad. Zo'n diverse stad. De stad is de afgelopen 45 jaar zo veranderd dat we wel elkaar zien, maar elkaar niet echt kennen. Wie is nou achter deze persoon? Ja. De wereldreis door eigen stad wil juist laten zien van jongens, we zijn met elkaar Den Haag. Ja. Samen zijn we stad, hè? Samen maken we Den Haag. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt. Of je man bent, of vrouw bent, of jong of oud, of homo, hetero, zwart, wit. Maakt niet uit. Nee. Samen zijn we Den Haag. Maar we kunnen pas ook Den Haag zijn als je verbonden bent met elkaar. En u noemde net van anonimiteit en individualiteit. Ja. Gaat dat niet een beetje met de tijd mee? Vanwege technologie, ja, iets dergelijks, ja, maar privacy wellicht. Maar betekent dat dat we ons daarbij moeten willen neerleggen? Dan is de vraag. Nee, dat doe ik niet. Ik vind wel dat we wel een gemeenschap zijn. Oké. Okay. Kijk, en in die gemeenschap kun je wel je individualiteit beleven. Uh-huh. Maar als je alleen je individualiteit beleeft en zegt, jongens, de rest interesseert me niet. Ja, dat vind ik wel lastig. Want dat betekent dat je mensen zegt van, nou weet je, laat ik lekker in mijn theehuisje zitten en een moskee achter de Bollywood schotels. En ik wil niets te maken hebben met de stad. Ja. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet, want jij bent de stad. Kijk. Wat is uw favoriet gerecht? Ah, nee, één favoriet gerecht heb ik. Ik kan ontzettend genieten van, Indische gerechten. Dat vind lekker. Ik echt ontzettend lekker. Niet alles hoor, maar een heerlijke pittig nasi. Nee, ik hou wel van pittig. Toch wel pittig. Ja, 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 ja. Bent u zelf pittig? Kunt u zelf koken? Ik kan heel goed koken. Ik kan heel goed koken. Is dit een uitnodiging? Kom maar langs. Okay. En dan krijg je heerlijke... Het staat vast op film, hè? Surinaams, Hindoestaans, India's. Nee, ik hou van koken. Ik kook heel erg graag. En dat maakt mij ook nieuwsgierig. En daarom vind ik het ook wel leuk om bijvoorbeeld vandaag hier te zijn. Bij de Upside Café. Precies. Een sociaal ondernemer die eigenlijk gedurfd heeft een lunchroom te zijn. Waar ze mensen met een beperking de kans geven om zelfredzaam te zijn. Ja. Dat is toch prachtig. Leuk. Heel goed. We zijn nu onderweg naar de tweede organisatie. Het is eigenlijk niet eens een organisatie. Het is de Doopgezinde gemeente hier in Den Haag. Hier achter mij zie je al een vlaggetje, een wereldreis door eigen stad. Dus we zijn onze eigen stad nog beter aan het kennen. We hebben net een heerlijke brownie gegeten bij Upside Down Café. En volgens mij gaan we hier zo uit. Maar we gaan nu naar het doopsgemeenschapje in Den Haag. Ja. Wat weet jij nou eigenlijk daarvan? Ja, het is eigenlijk heel erg om te zeggen, maar ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. Dus we kijken wel heel erg naar uit, want het is een prachtig gebouw. En ik heb net al degene ontmoet die ons zo gaat rondleiden. Dus het belooft een hele mooie rondleiding te worden. En hoe komt het eigenlijk dat je zo weinig ervan weet? Misschien omdat ik eigenlijk nooit naar binnen ga. Dat is het misschien. Ik denk dat we in Den Haag wonen en we zien heel veel dingen om ons heen, maar we gaan eigenlijk nooit naar binnen. Ja. Dus daarom is de wereldreis door eigen stad zo mooi, omdat je dan op 18 maart echt overal naar binnen kan. Kijk. Ja, dan, heb je er iets over? Nee, maar daar gaan we het niet over hebben. Nou. Zelfs als je niet eens kunt. Zelfs ik kan er weer af en toe. En wat is het mooiste volgens u? Het mooiste is dat we
bezig blijf met de oude verhalen. Die zijn me heel erg lief. En tegelijkertijd proberen te kijken van wat is de betekenis van die verhalen. Hoe kunnen we ze vertalen in het hier en nu. Jongens, Kelly heeft jullie iets te vertellen. Ja, want we zijn hier bij het vadercentrum Adam en dit is de weggeefwinkel die zij hebben. Ik had heel toevallig nog een wasmachine thuis staan en die komen zij ophalen volgende week. Omdat er heel veel mensen in Den Haag zijn die het wel heel hard nodig hebben. Dus heb je nog, kan van alles doneren, kleding, meubels, maakt niet uit. Maar wat ze echt nodig hebben, wasmachine, koelkast... En eigenlijk al het elektronica dat je kan missen. Dus de grote spullen. Precies. Ja. Wat je kan doen, even vadercentrum Adam bellen. Ze komen het zelfs bij je ophalen. Ja. Dus ideaal. En zo maak je echt mensen blij die het kunnen gebruiken hier in Den Haag. En hoe voel jij je? Ik voel me goed. Goed zo. Ja. Maar waarom moet ik nou komen? Omdat je Den Haag op een andere manier leert kennen. Een kijkje nemen in andermans keuken, andere culturen, andere soort instellingen dan waar je normaal komt. Dus een multiculturele en zeer mooie dag. Zij is van de organisatie. Ik ben van de organisatie, dus was een goed promotiehoortje. Kijk, tot snel. Doei!